Hoi, ik ben Imke. Ik ben bekend van Take Me Out. Ik hou van eten en slapen en tv kijken. En mijn hobby is meedoen aan spelletjesprogramma's op tv. Toen ik gevraagd werd voor Atlas, toen raakte ik het helemaal overspoeld met een soort van levensvreugde en zin om met een groep BN'ers echt het over de meest kneuterige dingen te gaan hebben. En om dan daarna op verjaardagen op te kunnen scheppen over allemaal heftige zaken die ik heb meegemaakt die een normaal mens nooit mee zou maken. Ik zat met Turken op school, dus ik heb niks met Marokko. Ik vind Marokkaans eten lekker en ik ken ook helemaal geen Marokkanen. Ik heb een heel erg blanke vriendengroep, dus ik heb niks. Ja, ik wilde er altijd wel eens een keer naartoe, dat wel. Ik merk ontzettend veel van de cultuurverschillen. Vrouwen bedekken zich. Ik voel me opgelaten als ik een man aankijk, want ik weet dat ik het eigenlijk niet mag. Maar ik ben altijd wel heel erg nieuwsgierig hoe ze eruit zien, want iedereen ziet er fantastisch uit. Het is een geweldige modeshow met kleuren en draperieën. Het ziet er wel heel cool uit. Eigenlijk wil ik heel graag kijken, maar dat mag niet. Kijken, waar ben ik allemaal geweest? Suriname, Oman, Namibië, Japan, Ecuador, Filipijnen, Indonesië, Mexico, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Italië, Engeland, IJsland, Amerika en Canada. Ja, ik vind mezelf wel reisvaardig en voor mijn leeftijd vind ik dat het absoluut wel meetelt, maar ik krijg heel vaak reizen, bijvoorbeeld van RTL. Maar Inge Ypenburg heeft die reizen zelf betaald. Dus. Wat ik verwacht van dit avontuur is heel veel sterke verhalen op verjaardagen. Heel veel opschepperietes vanuit mijn kant. Dat ga ik absoluut. De verjaardagen, kringverjaardagen worden nooit meer hetzelfde met mij in het team. Ik verwacht ook wel een moment dat ik ontzettend door de mand ga vallen. Dus ik hoop eigenlijk dat het sneller, dat het nu is dan straks. Dan weten mensen alvast dat ik eigenlijk gewoon de boel aan het besodemieteren ben. En dan ben ik een soort van rots. Van rots die gewoon op de grond ligt. En dan moeten ze me gewoon, gewoon gaan slepen aan een touw. Ik heb wel een touw meegenomen. Ja. Slepen maar omhoog, jongens. Slepen maar die atlas op. Mijn grootste uitdaging worden de fysieke opdrachten. Ik word een beetje in een soort van bedweterige padvinderijhoekje geduwd. Dat doe ik zelf ook wel een beetje bij wijze van bluffkunst. Maar eigenlijk valt het allemaal hartstikke tegen. En de groep weet nog niet dat ik een loser ben. Dus alles wordt een uitdaging, behalve het kamperen. Want dat vind ik oprecht leuk. Ik ga gewoon het tegenovergestelde doen als wat al die modellen in modellenprogramma's doen. Die zeggen altijd, ik ben er niet om vrienden te maken, ik ben hier om te winnen. Nou, ik ben hier om vrienden te maken en op die manier win ik, hopelijk. Ik dacht eerst zeilmeisje Laura Dekker. Ik vind haar een ontzettende soort van stille kracht. We weten niet zoveel van haar, maar zij kan in feite overleven op een soort van schip. Ze heeft heel veel verschillende culturen gezien. Ik vind Inge Ypenburg een hele grote verrassing overigens. Die weet alles, die is overal al geweest in Afrika. Die is ook gewoon best wel extravert en bazig ook wel. Mimoen die gaat ten onder aan zijn eigen succes. En ik denk dat ik vrees om de een of andere reden ook voor Robert de Hoog. Maar ik denk dat die zichzelf nog gek gaat maken of zo.